Ja, daar moet ik die Fitbit om al die activiteiten te registreren. Ik ben in de weer geweest. Hoe lang heb ik hier gestaan? Dik een uur? Ja, een uur. Ja, om alles. Nou, misschien langer hoor. Alles. Te preppen, mijn eten, mijn eigen ontbijt te maken, al die 100.000 sapjes, mineralen die je moet nemen. Oeh, weegschaal niet vergeten. Heb ik die nodig? Want ik heb wel alles al afgewogen. Nee, die kaas moet ik wegen, want ik ga een tosti eten. Sportkleren mee. Het is 11 uur. Ik wil eigenlijk nu op kantoor zijn, allerlei dingen doen. Dus vanavond femfood. Ik denk dat ik moet skippen, anders kan ik ook niet gymmen. Dat ging gisteren ook al niet lekker, omdat ik daar veel te makkelijk aan dacht. Oh, dat lukt me wel. Nee, egoïstisch. First things, Nienke. Ik ben de belangrijkste prioriteit. Weet je wel? Ik moet het nu doen. Moet ik het doen. Dit is het moment. Ogen dicht als je gaat tellen, toch? Verstoppen. Nee. Hij ziet jou daar. Bukken. Op je billen zitten. Billen zitten. Nee, Novi, je bent nog aan het tellen. Ga je niet te best lopen. Harley, ga maar zitten. Zitten, Harley, zitten. Verstoppen, Harley. Ja, zitten, op je billen zitten, op je billen zitten. Ga maar zitten, ga maar laag. Ga maar laag. Ja, goed zo. Ja, je kan het niet zien, ze is verplaatst. Waar is ze? Ze is op een andere plek. Ze staat niet meer. Ze staat daar niet meer. Ah, toch? Maar ook dat ze zelf zegt hier. Kijk, wat zeg jij? Oh, jij hebt een beetje koorts, hè, wijfie? Ja. Ah. Voelen. Oh, je bent een klein kooltje. Ja, ze is warm. Ze is warm. Ze is niet super gloeiend, maar niet ze is wel meer. Lekker. Ze is een soort van kruik, lekker voor jou. Ik heb het bloed heet. Nou, jullie maken je wel. Heel veel plezier. Het was gezellig. Harley, ik hou van jou. Ja. Novi, ik hou van jou. Ik hou van jou. Sissy, ik hou van jou. Ga je niet zonder ons weg dan? Ik ga zonder jullie allemaal weg. Ja, want mama moet werken en sporten en al dat soort dingen. Dus ik wens je een fijne dag. Ja, dankjewel haar. Kom op kantoor aan, zie ik gewoon een scooter. Van wie is deze scooter? Hallo, mijn lieve collega's. Oh my god, are you ready for a hug? Want het is 100 jaar geleden. Hallo Lizzie. Van wie is de scooter? Van onze stagiair. Oh, ik ga eventjes, daar gaan we er eventjes over praten. Okay. In mijn aanwezigheid zijn eindelijk bijna alles van glas en lood, deuren. Geleverd. En het is erin gekrald. Jongens, kijk nou even. De Japon. De dame met de Nike's. Want Nike zegt, just do it. Dat is de quote die je wil op kantoor. GP-logootje er hier. Als een fancy. Krijg ik het goed erop? Nou, je snapt het. Logootje lekker er doorheen. Oh, ze heeft een gezicht. Eindelijk. En zij heeft eindelijk. Wat hing er nou van haar nog niet? Haar hoofd hing er nog niet. Haar hoofd hing er nog niet, toch? Het was de hele tijd dat katje. Nou, jij bent ook nu met een karakter. Prachtig, 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 prachtig. Daar komt nog zo'n de zon en daar komt ook nog de zon. Hier zit de Faya Lobby in verwerkt. Dat is een Surinaamse bloem. Dat is hierin geschetst of gedaan. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. De Faya Lobby, dat is de nationale bloem van Suriname. Ja, ik ben heel blij. Het is wel echt mooi hoor. Ik vond dit dus helemaal niet het beste ontwerp voor iets wat je wil zien. Ja. Maar ik heb nu wel zoiets van, ik vind het goed. Ja, hij is voor die vis. Ja, die vis die is nu gewoon maar eventjes. Kimo! Oh, het is ook aan deze. Aan deze kant komen die kleuren van mijn gevoel nog beter tot z'n recht. Vanaf de andere kant. Gaan die halve maatjes dan worden? Nee, ik laat het. Ik laat het. Ik ben nu wel klaar ermee. Het blijft. Nee, dit is het. Oh, het rest van het ontwerp. Dus hier de zon. Ja. En daar ook. Precies hetzelfde. Oh, ja. Want dan gaat dit blauwe gaat als een soort van golf. Zo, zie je? Ja. Nee, dat is wel over nagedacht. Like it. Heb je aan de andere kant? Kijk voor de grap. Dit is een hele andere. Oh, snap je? Dit is toch leuk? Ja. Hoe het aan deze kant eruit ziet. En eindelijk wordt het een vergaderruimte dat je afgesloten zit. Ja, dat is wel echt mooi, hè? Nou, sinds mijn afwezigheid is het koffiecorner veranderd in een soort van bierhokplek. Gezellig, cute, cozy. Nou, ik ga ook even mijn collega's boven maken. Ja. Ach, niet gewoon er naartoe, maar ik moet ook gewoon even werken. Dus. Kom ik boven, zie ik meteen dit. En je hoort meteen minder galm. Je hoort het nog wel een beetje, maar omdat het hier niet hangt. En hier is de gang, deur open. Veel minder galm hier. Oh jongens, we hadden me toch een partij echo. Doordat zoveel materiaal aan het
geluidsgolven, kets, van boven naar beneden. En dat gaf echt een badkamer-effect waar je dan aan het vergaderen was met je collega's. Dat was niet gezellig en je hoort het meteen, het is top. Het hangt ook bij het AV-hok, audiovisueel, de editors. Ik ga nu wel net hier, daar is hier meer. Toch nog een beetje. Dus het maakt niet uit waar je staat. Het is in ieder geval gedempt. Het wordt veel minder geketst, het geluid. Oh, top. Oh, lekker. Oh, ik heb het op die plek. Hey, eventjes. Jij met je komkommer, zo gooiend. Is dit de TikTok-track? Ja, de Logan heet ik al zo of zo. En het is lekker. Het is echt lekker, hè? Niet normaal lekker. Ik ben nu vandaag een hele komkommer op. Een hele komkommer op. Het is goed voor je. Dat is echt goed. En dat hete... Pepertjes maar ook met sojasaus en chili, alles erop en eraan. Dat maakt toch minder gezond? We kunnen het vragen in de app. Wacht, ik weet het wel eigenlijk. Wat zit erin? Het maakt minder sojasaus. Sojasaus, dat is zout, dus... Zoutgehalte gaat omhoog. Zoutgehalte gaat omhoog. Crispy chili oil. Dat is goed. Olie. Ja. Crispy chicken oil. Nee, chili. Oh, ja. Dat is echt zo lekker. Maar zet ze nou knoflook? Crispy chili? Mm-hmm. Hoe kan je iets crispy en dan is het olie? Ik ben in de war. Kijk. Yeah. Oh, als heel veel knoflook. Wil je alsjeblieft knoflook alleen drinken? Ja, doe maar een likje en dan spuug ik daar wel weer uit. Dat kan gewoon. Doe maar. Dit is echt lekker. Ik raakte per ongeluk net een boterham te weinig op tijdens mijn lunch. En toen... Oh, ik hoor het. Het is helemaal crispy. Moet ik dit nu gewoon eten? Ja. Mm-hmm. Oké, okay. Heaven. Die moet je echt ook wel ruiken. Skip die sambal. Oeh. Ja, beter. Ik vind dit persoonlijk lekkerder dan... Volgens mij had mijn visagiste Brigitte het hierover gehad op de set. Die zei, ik weet iets lekkers voor jou. Mm. Want ze kijkt naar mij en ze vond me krokant waarschijnlijk wel lekker zeg. Mm. Maar dus ik denk dat dit is echt wel een gezonde snack. Wel? Als de rest ook in balans is. Zijn we doen? Mm. Wel, je bent van... Wel echt een lekkere, ja. Het is denk ik echt gezond. Beter dan. Hoeveel van die olie doe jij erin? 1 theelepeltje. Hmm. Ja, wist je, dat heb ik dus ook geleerd. Als je dus zo gloek, 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 zo olie in de pan doet. Weet je, dus zo, er gaat echt veel in. Je beseft niet hoeveel het is. Maar als het de rest in balans, want je bent lekker actief en je loopt wel eens mee. Die heb ik. Heb ik er ook gekocht. Top. Top, topper de top. Maar ja, daar kan je niet zo'n krokant stukje doorheen drukken of lekker versje. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat jij goed bezig bent met dit hoor. Okay. Dat denk ik, een komkommer zit heel veel vocht in, dus dat is goed. Weet je, ik ben nu echt wel van, ik ben strikt. Oké, maar dit is komkommer. Mag ik het op mijn hand of durf je niet? Nou, oké, dat durf ik wel. Ja, durf ik wel. Er gaat een wereld voor je open. Wow, wat lekker! Fuck die. Nee, al het eten wat ik in mijn app heb, is echt lekker. Maar omdat ik nu een paar dagen geen suiker eet, gaat alle smaken zo lekker door mijn giecheltje. Oh, ja, suiker, dat is ook goed wel. Nou, man. En ik hoorde... Oh, ja, de 2 dagen. Ja? Ja, echt. En ik dacht altijd, negeer. Je bent op weg naar een gezond leven. Wat ik ook zag iemand zeggen laat, ik ben helemaal van water afdrinken. Alleen maar water uit planten. Denk aan kokoswater, denk aan meloenwater. Denk dus enkel het vocht uit. Het is echt het vocht. Het gepureerde, of nee, niet gepureerde, gefilterde vocht uit komkommerwater. Diegene zei dat het niet normaal wat veel veranderd is. Het water wat we hier uit de kraan is niet echt van topkwaliteit. Beter dan sommige landen. Ja, maar klopt. Haalt het zelf dan uit die plant? Of ja, of haalt het zelf eruit of je koopt dat? Nou, hoe wil je dat gaan doen nog naast. Kopen. Ik moet het dus kopen. Ik hoor het mezelf zeggen. Dankjewel voor deze demotiverende woorden. Ik hoop echt dat je super geniet van je... Hoe ga je water uit een komma halen? Oh, slow juicer, ja. Oh. Wauw. Ja, zo fijn als iemand... Ah! Oh ja. Ik had echt in mijn hoofd een komkommer die pakken. Ja! Ja, oké. Okay, maar dit is gewoon hoe jouw weekend was. En dat moet je lekker voor jezelf houden. Vanuit Amsterdam kom jij met de scooter. Ja. Hoe ver is dat? Het is wel ver. Ja, dat dacht ik ook, ja. 45 minuutjes. Oh, en als het regent, dan heb je regenpak. Ja, dat wel. Respect. Ik vind het leuk. Nieuwe stagiair. Edit de video's. Shout-out naar jou. En een scooter. Oh mijn god. Hey. Maar met dit weer, nu het wat nog niet zo super koud is, heb je een handschoenen? Of ben je gewoon goed? Mijn scooter is handverwarming. Rot, hop! Ja. Doe maar luxe.
Zo? Ja, ik kwam bij die jongen waarvan ik hem had gekocht. En het stond niet op Marktplaats dat hij handverwarming had. En opeens zegt hij, oh ja, hij heeft ook handverwarming. Oh ja. En hij kan vliegen, dus kijk maar even wat je doet met files. Cute gerechtje. Lijkt in. Snel gemaakt. Ga ik snel nuttigen, want ik heb zin om die gym te hitten. Er gaat niets boven een verdiende shake. Die ramen zijn een beetje aan het beslaan. Komt omdat ik zo hard mijn best heb gedaan met mijn body. Helemaal besweat hier in de auto, condens. Dat zonder seksscènes, gewoon in mijn eentje. En mijn iets te warme jas. Waarom zegt de hele tijd het weerbericht, oeh, het wordt nu kouder. Het was gewoon weer heet, jongens. Heet. Aangenaam. Zeer aangenaam. Wat mij wel nog een beetje, moeilijk afgaat, is dat ik binnen een tijdsbestek, want dat is met het intermittent vasten, moet eten en drinken, of niet, als je koolhydraten denkt, of koolhydraten, calorieën, sorry. Maar dat is, vind ik nog lastig. Het is nu 10 uur, ik ben klaar in de gym. Want je bent even aan het uitzoeken wat, waar, druk ook, want iedereen gaat naar werk en dan moet je wel eens wachten op dit, of dan ben je, ja. En dan denk ik nu eigenlijk die shake, maar dat is niet helemaal de bedoeling, want je moet binnen 8 uur alles nuttigen. En ik heb nog wel, weet ik veel, een of andere ananas schijf als snack, die moet ik eigenlijk nu skippen. Dus die moet ik dan morgen bij ontbijt dan even erin klappen, gewoon omdat ik verdien het, vind ik. En dat vind ik nog lastig, dat je... Time management is not my strong suit, weet je wel? Soms moest er behoorlijk wat gebeuren. Oh jeetje. Wat dan? Wat moest er gebeuren dan? De was uit. De kinderen met. Pas uitpakken. Mijn koffer uitpakken. De eten in de koelkast. Opruimen boven alle kleren. In de Van de Manden bedoel je ook? Nou, lekker bezig. En je moest nog zoveel werken, zei je? Ik heb niet gelijk. En dat ga ik nog niet doen. Nee, snap ik. Dan laat ik Lulu wel even uit. Nee, mijn man zegt, hoe kun jij zo lang in de gym zijn? Ik heb net even laten zien hoe mijn sportschema eruit ziet. Wat je allemaal moet doen. Nou, ik kan je vertellen, het is een lange lijst. Sinterklaas, die krijgt nog kortere briefjes met dingen die kinderen willen. Het is ongekend, maar ik doe het met plezier. Maar het is wel even wennen allemaal. En weet je wat ook vervelend is? Dat je dan kijkt, dan krijg je een oefening die je eigenlijk niet zo vaak doet. En dan denk je, oké, even qua gewichten voelen. Doe je die eerste set, denk je, oh, kan wel zwaarder. Doe je die tweede set, pak je zwaarder, kan je eigenlijk nog wel zwaarder. En dan doe je die laatste twee sets pas echt zwaarder. En dan denk je... Nee, maar dat is opbouw. Ja, yeah, true. Maar eigenlijk, ze zei ook, je moet eigenlijk na 2 keer als je voelt, dit is wel heel licht, meteen zwaarder doen. Oh. Maar omdat ik nog een beetje aan het aftasten ben, omdat je, ja... Ja, de licht uit dat zoals je erboven. Ik doe zeker licht uit. Ik, kom Lou, even plasje. Plasje plegen, meid. Je kan toch weer daarin? Ja, je bedoelt hier op dat lage deel? Ja, zo, daarin. Ja, ik kan erin. Ik moet wel een beetje bukken, maar ik kan er ook in. Dan zitten we samen hierin. Vind je dit leuk hier kijken uit het raam? Ja. Ja, dat vind ik. Dat is ook gezellig. Daarom heb ik een stoeltje neergezet. Dan kan mama een beetje zo hier chillen. Mama vond het een goed plekje. Dan kan je een beetje zo bellen. Dan kan je een beetje zo zitten. Maar wil jij een klein telefoontje kopen voor me? Nou, fit goed. Je broer heeft er net een en die is 10. Dus dat vind ik een goede idee. Maar wil jij ook een witte telefoontje kopen voor mij? Een witte? Ja. Heb jij net een poepje gedaan of ben je al verschoot? Ja. Zit die nog in je billen, je poep? Ja. Vandaar dat het aroma nog een beetje hier hangt ook, hè? Veilig, je zo aan het... Hoeft niet aan het... Nou is het een klein lichtje. Ja, maar er komt geen lichtje, want het is een bezempje. Nee, is een wandelstok. Alright. Voor opa en oma. Nou, laat zien hoe lopen opa's op wandelstokjes. Je doet het helemaal met gebogen schoudertjes en al. Oh, heel goed hoor. Oké, okay. Nou, mooi gedaan. Ziet je strakjes? En oma, klein omaatjes kan ook zo doen. Hoe de, oh, die doet meer bij. Oh, de omaatjes buigen meer. Ja, ook zo. Oh, veel bocht hier. Zo. Ja, ik zie zag het. Zag je dat? Ik zag het gewoon helemaal van het begin tot einde. Wil je in mijn huisje? Of ik in jouw huisje wil? Ja. Daar is het zo'n lekje. Zo'n lekker plekje? Ja. Niet op het plafond met je wandelstok. Maar dat is, maar zo heet ik het. Daar zeg ik een lichtje. Wil je een lichtje? Schuif ik dit aan de kant. Tada, daar heb je een lichtje. Dat is het lichtje. Het lichtje zit er al. Auto zien. Hmm. Ja.
Waar is Pia nou? Pia, de auto staat gewoon op het terrein hoor. Dus, nou ga jij even lekker kijken. Dan ga ik me duiken in alle taken die op de planning staan vandaag. Hi Sissy. Jouw mama is eventjes... Ja, is tante Nien hè? Is tante Nien? Respect Becky. Lekker droog. Oh mijn god, je bent zo lekker vleesig. Oh mijn god, alles wat mijn kleine Harley niet heeft gehad aan spek, heb jij dubbel. I love it. Squeeze. Ja, ik ga voor jouw moeder koken, maar ik ga haar brengen. Zij weet dat niet, dat is voor een video. De speen is gezet. De slaapzak is ge... je maakt geluid, maar je weet hoe laat het is. Het is tijd. Weet je, je krijgt nog wel een stokje drinken, want... Zo zijn we. Zoek je iets? Een van die 1000 flessen weg? Hey, daar staat hij inderdaad bij. Ik ga lunch maken voor mezelf, jongens. Ik heb op het menu. Oh, zo dorstig. Zo dorstig, hè? Ze zegt het echt voor de leven eruit. Maar nee, het duurt hier. Broodje kip curry salade. Lekker. Salade. Kan je halen. Ik denk dat er veel meer in zit dan de bedoeling is. Wel makkelijker en sneller gemaakt. Dat ben ik een beetje eens. Dat is hier buiten, toch? Het is niet een van onze kinderen. Nee, ik hoop het ook niet. Kijk hoe ze er hoofd bijna. Van de romp afvalt, zo ver moeten ze dat ding helemaal laag gooien. Rennen! Hallo! Je bent zo schattig. Hey, rennen met die kant! Hallo, is altijd leuk thuiskomen zo. Hi, schat! Juliana! Ik ging gewoon. Gooi je die kleren mee naar de kleermaker voor me? Heerlijk! Je ziet hem bijna op. Maar je denkt dat hij gewoon, als je dingen neemt, dat ik in één keer raak. Ja, ik ga stuk. Jij vindt gewoon dat dat de plek is. Ja, maar als je moet in het tasje doen en misschien een post-it erop of zo. Even communiceren. Precies. Moet het gemaakt worden of moet het gestoomd worden? Nou, dat gebeld me even, maar het staat al. Of jij belt me toch? Ai, zeg het dan. Nou. Oh. Hoeveel heb jij gepoept? Hoe dit gaat, geen oogcontact maken met de. Geen oogcontact met Sissy. Je moet het doen, toch? Oh. We kijken niet. Hey, hoi. Heb je zweet op je neus? Ben je nou een beetje... Nee, ze was helemaal droog. Wie? Ik word weggedoeld door je dochter. Ja, ze wil jou niet daar. Nee, maar ik bedoel zweet op haar gezicht van heet. Nee, ik heb haar gezicht ingesmeerd. Oh, is dat het? Ze was helemaal droog. Oh, crusty. Yes. Oh, dat is een beetje. Zie ik je. Wat is Frank? Het is dinsdag, toch, opa? Vandaag ging ik Sissy oppakken, ging ze zo slappie doen, dat ik haar niet goed kon vastpakken. Dramatisch hoor. Ik kom net van de boterkliniek voor mijn handen. En? Doe we, is het weer, ben je weer... Dat is weer gedaan, ja. Pijnlijk, hè? Oh. Maar ze zei, ze hebben nu... Er is een behandeling, daar word je wel geopereerd. En dan gaan ze via je oksel naar, het zenuwtje of iets anders. Om het, om het door te knippen. Ze zegt, ja, het is wel een ingreep, echt. Maar misschien is dat wel iets om over na te denken. Dus ik heb van haar... informatie gekregen, ik ga bellen met die kliniek om te bellen van heen. Heel schattig, dubbel. Hij is op papiertje! En dan kijk, hij staat letterlijk gewoon één woord op. Is toch schattig? Oh my god, is dat... Nou, twee, Brie. Het staat hier hyperhidrosis. Maar ik ga het wel even checken. Hij is zo schattig, hij stond echt zo van... Ik ga het wel even checken. Ja, check het maar, want die sweaty hands van jou was soms echt... Soms dan wilt hij over mij heen, zeg maar, betasten. Brianna, het gaat echt... Je weet toch zo'n gimp die over de vloer gaat? Zo'n grote vloer? Gaat hij zo... Tunk, kun ik echt zeggen. No checks. Hij is gewoon daar. Maar nu ga ik je kleren zelf mogen brengen. Goed zo. Waarom doet hij ook? Kom je poetsen, Noof. Even één basketbal. Hé, daar gooit hij ook echt meteen in. Echt, meen je dit? Ja, Finn. Deed je het, Noof? Ja. Vanaf onder. Niet normaal. Onder blijven. Wow, bijna! Het boekje wat we bijna nog nooit gelezen hebben. Alles is anders vanavond, wat dat betreft. In Harley's bed. Mag ik ook? Nee, kijk. Oh, wacht. Even een lesje hier. Mag ik
Kijk, even. Harley, even rustig worden. Had jij hem als eerst het verhaaltje? Hij is uit je handen getrokken. Nope, we gaan niet meer uit de handen trekken. Hier op links even niet lachen. Dankjewel. Als je hem terug wil, niet huilen. Mag ik gewoon vragen, mag ik hem weer? Kan je dat zeggen? Mag ik hem weer? Mag ik het boekje? Dat is netjes. En dan zonder zielig, zeg maar gewoon, mag ik het boekje? Bijna hetzelfde. Mag ik een boekje? Zullen we samen kijken? Ja. Daar gaan we weer. Zullen we niet baby zeggen? Ja, zo moet je opvoeden, Frenk. Het is geduld, lange tenen. Ik kan niet genees goed in slapen. Nee. Als ik hier wil slapen. Klopt dat? Nee, dat is. Dus dan kan ik het beste jou bij. Nee, dat is je eigen bed. Novi Jax. Dadelijk zal hij gapen met zijn oogjes toe, dromen van een mooi verhaal. Zo kleine Novi Jax. Oh, slaap lekker, kleine Novi Jax. Liefste en snotterigste van allemaal. Ja, dat is een grapje van mezelf even tussendoor. Nou, boekie toe, oogjes toe, slapen, want jij bent... De stoutste, regen. Moe. Zoek je iets? Wij hebben wat enthousiaste mensen onder de video en wij gaan die lekker samen beantwoorden. Niet samen, ik beantwoord jullie aanhoren. Even kijken, de eerste comment waar ik over wil sparren met mijn kijkertje is... Nienke, wat zien je wimpers er mooi uit? Volume en LinkedIn, love it. Zou ik mogen vragen of ik mascara in gebruik? Ik gebruik altijd... Maybe it's Maybelline, die gele. Waterproof. Voor mij werkt waterproof. Mijn wimpers krul ik en dan met waterproof, they stay there. Anders, meh, sneu. Hey, vers uit de douche. Hoezo? Wat gaan we doen? Heb jij trek? Jij gaat, oh, je pakt je tas. Trek? Had gekund. Jij hebt mij slecht zien gaan, hè? En jij hebt je goed zien gaan. Nooit. Zit ik niet in elkaar. Al moet ik wel zeggen... Heb je wel eens een foto van jezelf gezien van een paar jaar geleden? Dat je dacht dat je gewoon niet zo super fit was. Je had een hoofdrest en je kon met bowlingballen. Wauw. Alle foto's heb ik gezien. Alle foto's gezien. Pasfoto's, foto's in pak. We hebben de bewijzen. Ja. Echt. En dat lijf, inderdaad, geen wasbordje. Maar het was gewoon een beetje sissy. Compact, je was heel compact. Maar omdat je lang bent, is het niet snel dat je propperig oogt. Maar je was wel iets te vol. Ja. Maar ik gaf je al mijn onvoorwaardelijke liefde. Dat zegt ook wat nee, over mij. Nee, dat heb ik niet gevoeld. Echt wel? Nou, ja. Misschien omdat er zo'n dikke speklaag op zat. Maar ik deed het wel. Ik deed het wel. Pas op hoor. Mensen weten hoe die jij het live kunnen zien. Ik ben altijd heel lief voor jou. Leuk. En ik rel je. En ik laat je nooit, weet je, rustig slapen op de bank. Want ik zet je altijd op het internet. Maar echt waar. Welke vorm, shape or... Ik ben altijd lief voor jou. Terug naar de comments. Hey Nien, kijk eens, vraag. Tijdens de draaidagen zie ik geregeld Amy F. die in de tweeling. Hoe is het met school geregeld? Missen ze niet te veel? Puur nieuwsgierigheid. Nou, Frankie heb je niet veel gezien, want die was maar 3 dagen. Daar krijg je dan speciaal verlof voor. En 3 dagen, dat valt nog te checken. Voor Amy en de tweeling, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kan me zo voorstellen, omdat ze wat toegezegd hebben, dat ze dan wat werkjes mee hebben meegekregen van als ze deze opdrachten doen, dan loop je niet te veel achter. Want dat lijkt me gewoon logisch. Een soort van homeschool. Hey Nien, wat je doet... 0% suiker is heel goed. Alleen de Kellofit zit ook suiker in. Dat is die saus die ik vorige week zo enthousiast over was. Ja, er zit inderdaad ook suiker in. Maar het zijn geen geraffineerde suikers. Dat is een verschil. Er zit ook suiker in als ik nu een abrikoosje even... Dus wel, er zit wel een dingetje verschil in. Ik heb dus geen rest van die dips meer. Die jij hebt, dat je in slaap valt. Na de lunch. Dat zijn die suikerdips die jij ik heel erg... Oh, echt? Ik moet gewoon vroeg naar bed gaan. Dat helpt ook. De volgende vraag. Hoe zie je met de film? Is het nu klaar of moet je juist fit er worden ervoor? Dat zou wat zijn. Eerst al helemaal donker haar, grijs laten doorkomen. En dan ook nog eens helemaal buff. Nee. Anders zie je echt een verschil. Nou, ik denk dat het wel mee gaat vallen. We hebben nog een paar draaidagen in Nederland. En het is ook chronologische film, dus het zou aan het einde zijn van de film. Dus mocht ik er daar wat tengerder uitzien, kan ik vertellen over het script. Maar het komt goed uit. Laten we het daarop houden. Ik vind het wel super stoer dat je mee begint, terwijl je de kijkertjes meekijken. Want zodra je week 3 denkt, dit trekt niet meer, ben je ook gewoon eerlijk over. Ja, dat hoop ik wel. Ik vond het eerst een paar dagen al effing moeilijk. Altijd gekookt en geshoppen. Iemand had iets gezegd. Waar was daar van Evelyn? Het is helemaal weg. Degene heeft dat weggehaald. Nou, nee, de rest heb ik zelf beantwoord hier. Dus, oké, nou, leuk. Bedankt voor het luisteren. Ik heb dit kleurtje gekocht voor mijn nagels. Dat leek me wel leuk voor het feestje voor Frank. Dit weekend.
Want voor de film heb ik stil mijn eigen nagels. En ik moet zeggen, wat vind je? Even een mannenmening. Lieve Res. Je weet, ik heb al jarenlang acrylnagels en de benen en zo en lang. Wat vind je ervan dat ik nu korte nagels heb? Mannelijk. Mannelijk? Ben je for real? Korte nagels. Ja. Brian heeft ook korte nagels. Is toch ook niet mannelijk? Maar Brian is toch niet mijn vrouw? Dat is bij jou altijd wel alles of niets. Hè? High en low. Je stelt aan mij de vraag. Ik vind het altijd zo verrassend. Als de vraag wordt gesteld vervolgens. Ja, mensen, mannelijk. Hoe kom mannelijk? Je hebt toch altijd mooie lange nagels? Ik voel het wel, deze korte look. Ik ben even klaar met het lange. Het is zo, ik ben ook een lang haar nu, dus korte nagels. Ik vind alles is te veel. Dan is het te veel. Mannelijk, echt. Als ik straks ook een beetje gespierde rug krijg, dan ga je dat niet zeggen, hè? Even een dun laagje, hoor. Dat kan je beter twee dun laagjes doen dan één dikke. Dan moet je 100 jaar wachten. Dit is toch geen mannelijke hand, jongens. Wat zegt die gast? Nog steeds mannelijk? Hallo? Hallo? Kijk eens even. Jojo. Is het nog steeds een mannelijke hand? Als je dit ziet? Geweldig. Nee, even vroeger. Ja, dan moet je ook, maar gewoon eerlijk zeggen. Ja, dit is vrouwelijk. Dit is heerlijk vrouwelijk. Zeg gewoon eerlijk wat je vindt. Misschien nog steeds een mannelijke hand. Vind je nu een travelhand, een mannenhand met nagellak? Nee, ik vind het echt prachtig, mooi. Gewoon jouw handen, zo vrouwelijk, mooi, slank. Ja, nee, ik vind het geweldig, ja. Niet het antwoord geven dat je denkt wat ik wil horen, hè? Nee, maar dan moet je stoppen met die vragen. Dan vraag ik het nog een keer. Je doet dit nooit, dus dat gaan we nu ook doen. Ik doe altijd een vraag aan stellen aan jou. Ja, maar ik antwoord en dan is het niet goed en dan ga je door. Oké, okay, maar wat is het echte antwoord op de hand met de nagellak? Wat heeft het gedaan? Ik heb geen commentaar op jouw antwoord. Ik ben heel nieuwsgierig, dat vooral. Wat vind je van dit, weet dit? Mooi, schat. Mooi. Maar dan moet je nu ook gewoon met rust laten. Maar dat was het ook echt? Ja, mooi. Dus niet meer mannelijk? Nee, het is mooi. Het is een mooi kleurtje. Mooi kleurtje, schat. Welke kleur is het? Mijn hand. Blauw. Je hebt geluk dat je goed keek, want ik had mijn hand hier. Ken je dat? Mama! Ja, schat? Helpen met de kleed met die je zelf op de grond hebt gegooid? Of wie heeft het gedaan? Ik. Oh, oké, wel eerlijk dat ik het toegeef. Maar zullen we het even laten liggen dan? Ja. Dank jullie wel. Wie heeft er zin in pap? Ik. Dit is per ongeluk expres wel goed gegaan. Deze kleuren pakjes selectie. Kijk eens. En heel smakelijk eten. Doen jullie even herenzegen? Herenzegen, wees bij te raken. Amen. Amen. Jij ook? Herenzegen deze spijs drank aan me. Geniet van je eten. Eet smakelijk. Ja, dat precies. Zal ik je een beetje helpen? Ik ben hier zenuwachtig van. Wacht, ho, veel te hard. Ja, wacht, kijk. Je zit te morsen. Dus dan moet mama even helpen. Mag ik zelf doen? Zeg je dan? Kijk, zo kunnen we samenwerken. Dank je wel. Ah, wat zeg je dan? Gezondheid. Gezondheid. Die dan? Ja, die krijg je ook zo nog. Ik had meteen even een abrikoosje. Ik zag, wil jij ook nu dan? Ja, nee, die is voor jou. Mama eet pas later. Genieten. Later eten die? Ja, nee, ik ga later pas beginnen met eten en deze ga ik zo voor jullie snijden. Is die lekker? Want ik dacht, ik doe er eerst één. Is het wat? Lekker. Alright. En jij? Lekker. Je praat gewoon je broer na. Wat zeg je nou echt? Lekker? Lekker. Is het lekker? Ja. Yummy, yummy? Ja. Wat bedoel je? Ja. Nee, joh? Ja. Nee, joh. Ja. Oké. Okay. Vertaling, wat zei ze? Drinken. Drinken? Zei je drinken? Ja. Oh, well, thanks for talkings. Ik nog eentje? Ja, zeker. Heb je alles al op dan? Ja, kijk dan. Oh, yo. Je bent snel. Waar is de beker van jullie? Tenminste van je zusje, maar die gaan jullie even delen. Want, oh hier op de grond. Het heeft niks te maken, alles gaat op de grond. En kan ik hierbij? Ja. Zo, vind je het zo lekker? Ik heb even één. Mag ik die? Ja, tuurlijk. Die? Ja, zeker. Ga ik snijden. Snijden? Ja, snijden. Ik weet niet wat ik wilde. Wat gebeurt hier nou? Ik wil het gewoon opendraaien. Fuck haar met dit. Oké, dit werkt ook daar niet van. 150 gram ml. Here we go. Oei. 6 ml eroverheen. Dat krijg je met zo'n gapend gat. Het luistert heel nauw. Je moet opletten wat je doet, Dinken.
één schaaltje spinazie. Ja, maar dit is raar. Wat is één schaaltje? Dat is hetzelfde als één handje. Ik vind het alweer moeilijk. Ik heb het ingevroren. Ik ging ook sla invriezen. Wist ik niet dat het er zo waterig dan uitkomt. Nou, genoeg een schaaltje. Ik denk dat dit wel top is. Eén banaan mag erin. Wat ben je? Hier heb ik ook de cacao. Moest rauw zijn. Ik kon het niet vinden. En ik lees dus dat rauw veel minder calorieën heeft. Dus daar zal het dan ook wel aan liggen. Een hele banaan hoef ik niet af te wegen. Er moet natuurlijk ook shake in. Toch? Ik moet wel. Oh nee, dit is gewoon spinazie smoothie. Dat heeft niks te maken met de shake. Oké, dus dit is dan mijn ontbijt. Dat ik er 12 uur mag eten. Maar dan mag ik ook meteen mijn shake erachteraan. Dus die moet ik ook meenemen. Ik wil een eigen kok! Kijk het zo. Maar dan doet het niet. Heb ik een of ander apparaat gepakt dat het niet doet of zo? Hoe werkt dit? Oh. Waren jullie mooi even getuigen van mijn onervarenheid met al deze apparaten? Nou staat er in de app, doe er lekker ijsblokjes bij, want dus moet die lekker koud te maken. Maar ik ga hem natuurlijk pas veel later nuttigen. Anderhalf uur is het dan lekker. Is het dan juist wateren. Nou, één manier om achter te komen. Het gewoon doen. Ik vind deze eerste week mag je nog een beetje stuntelen. Ik zit echt nog een beetje te pielen ook met dat ik nog 45 minuten hiernaast moet bewegen. Ik ben gisteren niet van beeld gegaan. Dat is jammer. Dat had het wel mooi in balans gebracht. De opdracht. Ja, superfoods. Ik heb dus niet die vanillepoeder. Ja, ik heb wel vanillesuiker, maar dat kan het niet zijn. Dus ik heb een beetje aguavesiroop erin geknoopt. Dat is ook echt wat ik hiervoor aangeschaft. Dan neem ik het gewoon mee on the go. Al mijn ingrediënten weer veilig in de black box. Niemand raakt aan, oké. Want ja, zo wil ik het hebben. Het is gewoon beter, dan grijp je niet mis. She's a dancing queen for life! Maar in de dag 1 app waren Patrick en Babette ons gewoon iedere dag persoonlijk al onze vragen beantwoorden, stimuleren, motiveren. Ja, het is een begeleiding als geen ander ooit tevoren wat ik ooit heb gehad. En ik heb wel eens een personal trainer gehad of iemand die een sportschema van me maakt. Maar dit is intens. Ik zag namelijk een comment, die zocht ik gisteren toen ik allerlei vragen beantwoordde. Over ja, het is €999 en dat is echt, begrijp me niet verkeerd, dat zijn veel centjes. Dat bedoel ik niet. Maar dat is helemaal niet de verhouding. Toen dacht ik, nou, als ik kijk wat ik nodig heb, is de hele tijd, je moet het doen, je moet dit doen, uitgekoud. Behalve dan zelf maken en doen. En dat kost wat tijd. Maar we moeten niet vergeten dat een gezond lichaam komt niet vanzelf. Aangezien we in een maatschappij leven waar we een ongezond lichaam vanzelf krijgen door gewoon de dingen te nuttigen die ons worden voorgeschoteld. Ja, ik vind het ook gek dat dat werd daaronder gezegd. Maar daarom, ik kon die comment niet meer vinden. Dus had ik dat wel eventjes besproken en zo. En de mensen die dit promoten werden toen gezegd en aan smeren of zoiets. Dat vond ik niet zo'n leuke opmerking. Omdat ze zeiden, die trainen al jaren. De resultaten die zij boeken met de mensen in 6 weken is niet aangezet, gefotoshopt. Ja, ze zeggen wel eventjes gaan naar de zorgbank. Want dat doet iedereen goed met zo'n shootje. Dat vind ik wel mooi om te zien. Van hier, uit shape en winterhuid. In shape, summer glow. Maar deze mensen hebben dedication getoond aan dit programma. En ik kan jou vertellen, dan krijg je dat voor elkaar. Maar ik denk dat we over het algemeen, en daar zit ik ook bij, wat luier zijn, makkelijker zijn, wat meer te verkopen onder. Ja, ik ben wat lief voor mezelf, dus ik geef mezelf wat ruimte. Uh-huh. Maar dan is het resultaat wat je dus hebt. En ik ben slank, maar ik ben niet fit. En fit zit hem niet altijd in blokjes. Het zit hem ook in, kun je even rennen daar naartoe. En als jij een hele dag moet verhuizen, dan gaat dat je goed af. Of als jij een keertje ziek wordt, hoe kom je er dan weer uit? Daar zit ook fitheid in. Dat vind ik ook belangrijk. Mijn beste fysieke gestel heeft te maken met hoe ik me mentaal kan voelen door een op en top huis te hebben voor mijn geest. Zo. Bij deze. En dan ga ik nu mijn smoothie nuttigen ontbijt. Het is nou 11:45 en dan zit mijn intermittent vasten wel lekker in de flow. Want ik heb net heel eerlijk bekend dat ik het echt moeilijk vind alles te bolwerken. En toen zei ze, Babette, laten we proberen dat je dan het intermittent vasten loslaten. Maar daar zit het hem niet eens op in. Het zit nog gewoon in al het andere. En ik moet eigenlijk ook preppen van de dag van tevoren. Moet ik ook zeggen dat Frank is verjaardag. Daar komen we ook gewoon veel bij kijken, weet je. Je nodigt de hele familie uit en die en dat, een vriendje en zusje. En oh, dan moet dit halen en dat halen. En hapjes en dit en misschien nog een versieringje. En oeh, nou. Een beetje avocado zit er ook in. Die banaan, dat cacaotje, proef je ook al terug.
Mmm. Wat lekker. Ik zeg jullie, als je geen suiker eet, je bekkie is helemaal aan. Het staat helemaal aan op alle nieuwe sensaties die je krijgt. Echt, jongen. Rest ook, hoe ga je dat dan doen met zijn verjaardag straks? Met al het Surinaams eten? Ja, even niet. Deze 6 weken staan voor keihard dedication. En daarna kom je in een flow en dan helpen zij je ook bij. Hoe kan je je normale leven, in dit geval Surinaamse hapjes of af en toe verjaardag, hoe kan je dat implementeren in de gezonde levensstijl? Want het is niet dat je dat nooit meer kan eten en nuttig en doen. Het is net als een relatie, je moet het onderhouden. Als jij geen aandacht geeft aan jouw man, dan wordt hij chagrijnig. Hetzelfde als een man die het niet geeft aan zijn vrouw. Bitchy, dat kan ik je wel vertellen. Dat moet je ook zeggen. Oké, kom even leuk, hoeveel moeite. Dat is dit ook, ik doe hoeveel moeite. Maar het is de balans, het is de balans. Je kan echt wel een snicker vreten. Ik heb ook in de app gezien wat je dan moet doen om die weer kwijt te raken. Het is maar 5 kwartier wandelen. Doe je regenpak aan dan, het is herfst. 5 kwartier. Dat is toch genuttig van die snicker. Tijdens een film of wat dan ook. Kijk, ga je er nou 3 eten? Dan moet je meteen inschrijven voor een marathon. En ja, ieder voor zich. Nogmaals, als jij dat niet wil, is allemaal goed. Ik wil wel. Ik heb voor jou dus eventjes... Kom op, een paar lessen. We beginnen met een paar lessen. Kijk, ik heb voor jou dit gekocht. Je staat elke dag op voetbal. In de tuin. Ja. Pak ik jou de gedaan. Weinig. Dus ik koop alleen maar dingen voor jou die je uiteindelijk niet gaat gebruiken. Mm-hmm. Toch? Niet zo handig. Wat is de instelling als we iets willen bereiken? Moet je voor werken. Toch? Dat is de eerste les die ik je altijd meegeef. Als je iets wilt bereiken, moet je er hard voor werken. Zonder hard werken ga je nergens komen. Toch? Dat is alvast de eerste les die we met elkaar hebben afgesproken. Okay. Frank, ik wil afspreken dat alles wat je krijgt, ja, dat je het ook echt gaat gebruiken. Nee! Zullen we het afspreken? Is goed. Dus, dit. We hebben bij de voetbaltraining al gezien, aannames, techniek, kunnen we nog gaan trainen, dus oefenen, dus gaan we dat ook doen. Yes. Dus dit gaan we gebruiken, dit cadeau dat ik voor je heb gekocht. Want dit is ook een cadeautje van mama, toch? Ja, ja. Nou kom, dan heb ik misschien nog wat anders voor je. Wat mee, kindjes? Nee. Want je bent jarig geweest. Oh, mijn god, nog even een inspanning. Je bent jarig geweest, toch? Ja, ja. En je mama en ik, mama was op de set in het buitenland en ik was ook in het buitenland daarna. Dus je hebt al, kunnen jullie bijvakken schoon hun kopjes opruimen? Ja, mijn god. Het is zo ongekend. Die wist ik nou. Hè? Precies die. maar terug naar mij. Ja, want je bent je camera. Je hebt al een geweldige verjaardag gehad. Ja. Met cadeautjes, toch? Nee, zeker op. Alleen mama en ik waren er niet echt. Want mama was eerst weg en daarna moest papa meteen weg. Ja. Dus het is niet zo dat je nu denkt van, ik heb al cadeaus. Jij denkt nu van, ik heb al cadeaus gehad. Waar gaat het over, toch? Ja. Ja, waarom moet ik nog cadeaus? Je bent al jarig geweest, toch? Vraag me ook af. Maar dat komt omdat je vader en moeder van je houden. Mama. Wij willen onze kindjes een leukste tijd geven. Papa. Maar dan wil ik wel, als belofte, dat je ook echt met je speelgoed speelt. Cadeautjes speelt. Kijk hier. Vind ik zonde. Ja. Dus kom maar meelopen, oogjes dicht. Achter ze voor, zo naar achteren, zo ogen dicht. Als je gaat kijken, krijg je het niet, hè? Ik ga kapot stuk. Nou, draai maar om. Novi, jij moest een hele week je mond houden, want dat stond al in de schuur. Ga je lijken. Dit is toch niet normaal, ja. Frank? Ja, ja, ja. Die moeten we even testen, Ik moet hem gaan opladen en zo. Hij is al geladen. Helemaal geladen? Hij is al geladen. Hij kan nu gewoon meteen aan. We kunnen nu, we zullen het niet. Dus je hebt ook meteen even in de straat gaan. Ja! Mijn god. Jij gaat ook hard, Novi. Zo grappig dat jullie allebei altijd zo scherp zijn als het om lekkere dingen gaat. Hier, alsjeblieft. Wat zeg je? Toch wel. We kunnen niet te lang chillen. Want de volgende training staat weer op de planning. Potverdikmedorie. We zijn op de helft van de week. Ik had aan bedacht dat ik veel zou doen voor het theater. Dat is volgens mij niet gebeurd. Maar ik stond net op dat loopapparaat, want ik had een oefening erin. 25 minuten. 5 kilometer per uur wandelen. Dat is best snel. En dan gaat de band ook iets zo. Dus je bent een soort van... Ik dacht dat het Nederland vlak was, maar blijkbaar was ik de hele tijd opwaarts. Ja, je hoeft niet te roepen naar Frenkie. Leid je hem een beetje af. Kijk maar gewoon in rust naar hem. Dat is ook lekkerder voor mij. Alrighty. En zachtjes maar, schat. Hij hoort je wel. Hij gaat zo verzwaaien naar je. Ga maar lekker naar hem kijken. Als het nou gaat regenen, dan ga ik in het clubhuis zitten, hoor. Ben ik er al helemaal klaar mee. Ik wil juist even in de frisse lucht. Maar ik stond dus op dat ding te wandelen en ik kreeg helemaal nieuwe inzichten. En
Ik kan je wel vertellen, sporten brengt ook dit mentale stofje. Ja, oké, maar niet meer roepen nu, schat, want hij moet opletten nu naar de training. Hij vertelt iets, de trainer. Dankjewel dat je luistert. Supergoed. Vooral ook goed bedrag belonen, hè. Daar heb ik achter, bij Novi. Die zeg maar aan de andere kant van gedrag ook supergoed kan. Lopen. Stop! Heel goed. Lopen. Stop! Wat kennen jullie dit goed, dit spel? Lopen. Stop! Lopen. Niet over de strepen. Lopen. Kom maar lekker lopen. Lopen. Stop! Daarom weet je, dit is wel lekker. Even eruit. Ik vind altijd lekker naast de lijn. Kinderen hebben frisse lucht. Ik kijk naar mijn zoon. Geen regen. Oh, Novi, je gaat op de lijn. Dat mag niet, schat. Nee, ook niet. Oh, kijk, dit is best lastig. Niet op de lijn. Nee. Nee, dat mag niet. Novi, ook. Je mag het niet, schat. Zo mag je wel. Dat doe je goed. Ja, precies. Denk maar na over je gedrag. Stout. Uitdagend. Novi. Oh, je gaat precies op de lijn. Omdat je vindt van deze lijn, dus het is binnen de lijn. Dit valt ook. Dit is de cornerlijn, ja. Oeh, lekker. Gescoord. Oh, ik heb net toch iets moeten weerstaan in die kantine bij de voetbal. Want de jongens hier hadden 's middags al warm gegeten en Harley. En toen waren we daar, ja. Zie je broodje bal en zie je patatje dit en een tosti. En oh, daar maar zo komen. En ik dacht echt. En ik zei: hebben jullie een patatje? Patatje voor Harley en Novo om te delen. Ik breng nam zijn eigen met ketchup. Maar het was heet, dus ik probeerde het open te maken. Die patatten voor Harley en Novo, zodat ze niet 100 jaar hoeven te blazen. En toen zat er zo zout op mijn vinger. Toen ging ik echt zo. Toen dacht ik, oh nee, die olie zit er ook aan. Toen dacht ik, nou, dit is dus het moment dat je gewoon. Je hebt even aan gelikt. Het was even een momentje. En voor de rest zaten zij lekker te eten. En ik dacht echt, ik heb straks macaroon met kip. En smeerkaas sambal, dat zit er doorheen. Ik heb hier zo'n trek in, echt. Oh, dat willen jullie niet. Weten. Ik ben nooit echt van de roerbak. Sorry. Ik weet het, sorry. Ik ben niet echt van de roerbakgroenten. Dus het is dat niet dat ik echt. Al die andere gerechten geweldig hoor, maar ik ben er gewoon niet zo van. Maar nu geef ik het echt een 7,5. Omdat ik weet dat jullie dat smaakgeluid zo vreselijk vinden. Ik vind dat ook hoor. Soms eet Wesley en dan maalt hij iets en dan heb ik het idee dat het echt zo als een dam waar water in en uit gaat. Maar dan heel zo. En dan denk ik, wat ben je aan het slachten, man? Dus I feel you, maar ik kan er niet altijd rekening mee houden. Want weet je, het is gewoon hoe het gaat. Gewoon film je leven en zo. En dit doe ik ook in mijn leven vreten. Dus ja, maar ik kan het wel even wachten met een hap nemen. Maar dat kan dus niet, want ik heb tering honger. Ik kan wel wachten met kauwen. Dus het uitzetten. Doei.